Maar er was ook één liedje wat je zei van... Nou, als we dan toch in de uitzending komen, moet je één liedje spelen. En dat werd de tijd me teruggedraaid. Ik dacht, oh, zo mooi. Ja, ja, maar dat is voor mij. Vind ik een grote eer. Vind ik ook heel gek om dat dan voor je te spelen. Nee, zo mooi. En weet je, toen je dat vroeg, toen dacht ik, ik ga iets doen. Ik ga elke gast ga ik een liedje spelen. Alleen dan vraag ik aan de originele schrijver die het geschreven heeft. In dit geval Han Coreneef, die ook verantwoordelijk is voor al die liedjes van Marco Borsato. En prachtige grote hits. En die legt de woorden altijd zo neer. Ik zeg, wil jij dan, speciaal voor Rachel, werd de tijd maar teruggedraaid, iets meer op haar schrijven? Nee, zonde, joh. Nee, dat is niet zonde. Dat is absoluut niet zonde. Dat is zo'n mooi nummer van jou. Ja, maar ik maak hem voor jou speciaal. Want voor iedereen kan ik hem zingen. Maar ik kan hem alleen voor jou zingen op maat met deze tekst. Dank je wel. Dat is goed. De moeder van zijn kinderen. De liefde van André. Je zong van kinds af aan alle liedjes. Van hem mee. Je kwam zijn leven binnen, je adoreerde hem en je viel zoals zo'n velen voor de warmte van zijn stem. Ik denk aan de arena, die vuurpijl met zijn as, was het maar zo dat hij nog bij ons was, werd de tijd maar terug. Zong hij maar opnieuw die mooie zinnen. Als hij hier vanavond was, zou hij dat voor jou doen. Oh, oh. Werd de tijd maar teruggedraaid, vloog er maar een vlieger hier naar. Vastgebonden hangt een mooie brief gericht aan jou, waarop stond geschreven, lieve schat, ik hou van ik jou. Zingen zou. Kijk niet achterom en kijk vooruit. Ik hou van jou. Dankjewel dat je hier was. Dankjewel. Kijk, opent je ogen. Ga naar kijk.nl. Je ziet meer met Kijk.